Breda Nu. Je weet het meteen. Het Festival van de Liefde werd in het Chassé Theater afgesloten met een gemaskerd bal. Het is hartstikke leuk, het is gezellig, het is spannend. Je moet drie keer kijken wie iemand is en soms weet je helemaal niet wie iemand is. De sfeer is gewoon hartstikke goed, het is heel erg leuk. Ja. Heb je wel eens meer gedaan, zo'n gemaskerd bal? Nee, alleen maar de carnaval. Ja. Maar nu is iedereen iets gemaskerd en je hebt geen idee wat erachter zit en dat maakt het heel erg leuk. Ja. De optredens waren heel leuk, de toneelstukken, dans en de bal is ook heel leuk. Ja. Ja, echt super. Nog nooit meegemaakt, maar echt heel leuk. Krijg je nou een liefdesgevoel dan ook als je hier bent? Ja, ik had net bij zo'n installatie waar je kon inhaleren en dan ging mijn hart gewoon sneller van kloppen. Dus dat was wel heel erg leuk om mee te maken. Ja, dat was heel top. Wij zijn van Laboratoire de Odeur. Wat betekent dat? Wat zijn jullie? Wij doen hier onderzoek naar de liefde. Wij brouwen hier in onze oxynocine simulator, deze prachtige machine, brouwen wij een liefdeselixer. Om mensen een verliefdheidsgevoel te geven. Is er vandaag goed gelukt? Nou, we hebben al zo'n tegen de 100 mensen gehad en we hebben een score van 9,4. Wat inhoudt dat van de 10 mensen meer dan 9 een verliefdheidsgevoel hebben ervaren. Gaan allemaal vandaag? Heel erg goed. Het was de bedoeling dat deze dag in het teken zou staan van de liefde. Dat is echt gelukt. Ik voel alleen maar liefde hier. Vanavond en de hele dag eigenlijk al. Ja. Wat is er vandaag allemaal gebeurd hier in het Chassé Theater? We zijn om 3 uur begonnen met het Festival van de Liefde. En er was eigenlijk van alles te doen. Theater, dans, muziek, film. Van amateurs en met professionals. Dus een hele mooie mix was het vandaag. Is het idee vandaan gekomen? Hebben jullie dit zelf ontwikkeld of ergens vandaan? Ja, dat hebben we zelf ontwikkeld. Mij is gevraagd in het kader van het 20-jarig bestaan van het Chassé Theater om iets te ontwikkelen voor de hele stad eigenlijk. Waar de hele stad aan mee kan doen om het te vieren met de hele stad. En toen zijn we gaan brainstormen van nou, hè, als je iets wil vieren met de hele stad, wat is een goed thema daarvoor? Nou ja, de liefde. Dat is van iedereen een universeel thema, dus daar kwamen we al snel bij uit. En als je bij de titel Romeo en Julia komt, nou ja, dan heeft iedereen daar wel een associatie mee. En dat maakt het zo mooi en daarom is het ook het Jouw Romeo en Julia project geworden. Ja, ik heb gehoord dat hier meerdere liefdes zijn ontstaan. Een aantal tussen spelers van de voorstellingen. Ik heb ook gehoord dat er mensen hier op date zijn. Die hebben hier vanavond afgesproken. En een van onze regisseurs is ten huwelijk gevraagd na haar voorstellingen gisteren. Dus de liefde bloeit hier overal.